Hey yo mensen, nieuw hier en welkom terug op de Queen Games Modpack Single Player serie, seizoen 7 met vandaag aflevering 17 en aflevering 17 gaat volledig in het teken staan van een onthulling. Namelijk de onthulling van de gedachte achter de hoogte van het Wizardy platform. Dat was een hele rare zin, maar het klopt wel. We gaan namelijk vandaag eindelijk kijken. waarom ik nou eigenlijk in het begin van het seizoen. mijn Wizardy platform zo ontiegelijk hoog heb gemaakt. Maar voor we dat gaan doen, gaan we natuurlijk allereerst beginnen. met het openmaken van de Pink Lucky Block. en van de Chance Globe. We hadden namelijk op aflevering 14 66 likes. We gaan dus ook vandaag weer twee Pink Lucky Blocks. en twee Chance Globes openmaken. Maar natuurlijk geldt er gewoon altijd: per 30 likes gaan we van beide blocks eentje openmaken. En dit is een Iron Chunk. Thanks game. Opnieuw. Thanks. Oh, 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 oh. Wat is dit? Ho, oh, ho. Wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? Ik weet niet wat dit is. Maar hij is een beetje actief. Wat is dit? Even kijken. Dit is een. Een Stray. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Maar hij is in ieder geval kapot. Oké. Okay, ik heb ijsberen hier. Nou, oké. Okay. Die gaan wel een soort van. Ja, in het thema passen van vandaag. Maar daar kom ik zo meteen verder op. Voor nu gaan we terug naar huis toe. En gaan we allereerst deze episode beginnen met het maken van een gloednieuwe tool. Want met die tool gaan we zo meteen het Wizardy-platform verder vormgeven. Maar dan wel via de grond. Klinkt een beetje vaag, maar we gaan het zo zien. Zo ik heb even door de nacht heen geslapen En natuurlijk hadden we in de vorige episode toch gekeken Naar de building gadget En vandaag gaan we opnieuw gebruik maken van zo'n gadget Alleen niet van deze, nee we gaan vandaag gebruik maken Van zijn broertje, namelijk de copy paste gadget Die als volgt gaat maken Namelijk wat emeralds, iron, redstone En wat lapis, heel erg simpel recipe Vervolgens heb ik ook mijn ravaging pickaxe bijgepakt Wat silverwood en ook wat marble bricks Dat kan dus maar één ding gaan betekenen We gaan namelijk nu gewoon ons wizardry platform Opzoeken en uitbreiden Dat uitbreiden is alleen makkelijk gezegd dan gedaan. Want wat ik dus wil gaan doen is vandaag een uitbreiding maken op de grond. Beetje op dit level. Alleen, dan kom ik wel een beetje in de problemen. Ik had net al een klein beetje gekeken, zoals je ziet, waar ik ongeveer uit kon gaan komen. Maar ik moet dus wel uitkijken dat wat ik hier op de grond ga maken, dat het niet zeg maar gaat conflicten. Dat is niet eens een woord, volgens mij een werkwoord, maar dat maakt niet uit. Met mijn Tomcraft setup. Zo, ik heb het even bekeken. En ik denk dat ik vanuit hier een beetje verder wil gaan bouwen. Dus dan moet ik ervoor gaan zorgen dat deze uitstulping als het ware boven het water gaat komen. Dat ik dus niet boven op mijn Thumbcraft-gebied ga landen. Ja, nice. Oké, okay, dit komt ook weer heel erg lekker uit. Ik heb ook geen X bij me. Nice. Dat gaat weer helemaal smooth hier. Oké, okay, even kijken. Ik denk dat ik ongeveer hier wel goed zit. We doen nog eentje verder. En dan gaan we even checken of ik hier in het water val. Waarschijnlijk wel. Ja, hier ga ik nu in het water vallen. Oké, okay, ik denk dat ik hem nog. Even kijken. ...een stuk of drie, vier verder gaan maken. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Dan moet ik opnieuw door de nacht heen slapen. Ik heb zo lang lopen twijfelen en kijken waar ik het wil gaan maken... ...dat het inmiddels weer nacht is geworden. Dus dat gaat lekker. Nee, oké, okay, even kijken. Dan gaan we dus een kleine uitbreiding hier nog maken. En dan zijn we als het goed is helemaal klaar ervoor. En dan gaan we zo meteen eens even kijken... ...wat die copy-paste gadget voor ons kan betekenen in dit geval. En dan gaat dit hem dus worden. En helemaal aan het einde van deze lange gang. Gaan we vervolgens dus een gat in de bodem maken. En vanuit hier gaan we dus naar beneden toevallen. Dan moeten we eventjes het precieze blokje weten waar we terecht gaan komen. Dus het is dan hier. Oké, okay, dat gaan we eventjes markeren. Dan wordt dit het centrale punt. Wat we zometeen gaan kopiëren. Aan de hand van de copy-paste gadget. Maar laten we allereerst eventjes hier wat ruimte vrij gaan maken. En wat ben ik blij dat ik nu efficiënties 1337 op mijn shuffle heb. Want volgens mij, ook al zit je onder water. Ja, is het nog steeds one klik om alles weg te gaan halen. Oké, okay, dus wat we gaan doen is helemaal naar beneden toe graven. Vervolgens hitten we ergens de bodem. Ik weet niet precies waar, waar ik geen last meer heb van water. Maar dat gaan we denk ik snel genoeg zien. En vanuit daar gaan we dus een 3x3 arena maken. Dus gewoon zo: 1, 2, 3. En hier ook nog 3. Oké. Okay. En vanuit hier gaan we dus helemaal recht naar beneden toe graven. Tot we zometeen geen last meer hebben van water. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar gelukkig met de shovel moet het denk ik redelijk snel fixbaar zijn. Zo, dat was inderdaad aardig snel gefixt. Dan gaan we vervolgens gaan we het hier eventjes dichtmaken. Dan pakken we onze gadget erbij. En vervolgens kun je eventjes op G gaan drukken. En dan zul je hier twee standen gaan zien: namelijk de kopieerstand en de plakstand. Natuurlijk gaan we allereerst eventjes op een kopieerstand zetten. Vervolgens gaan we dit gebied hier selecteren. Dus even kijken: dit blokje. Zo gewoon een 3x3 arena. Je kan het een beetje zien aan de hand van de vierkant wat je hier ziet. Kijk, nu heb je één blokje geselecteerd. Nu twee. En zo ga je gewoon door tot je het hele gebied hebt. Even kijken: heb ik nu alles. Volgens mij wel toch. Ah, nee, ik heb nu een 4 bij 4. Oké, okay. ja, zo klopt die. Holy shit, het was echt een van mindfuck hoe hij nou precies aan het kopiëren was. Maar ik heb hem. Oké, okay. zodra je dus het juiste gebied gekopieerd hebt, klik je opnieuw op G. En gaan we natuurlijk gewoon naar de paste optie. Vervolgens kun je hier gewoon, natuurlijk bovenop, de laag plakken. Dus zo, hier komt er eentje. En dan wil ik het denk ik gewoon zo laten. Vervolgens plakken we ook op de onderkant er gewoon eentje. Zo, dan plakken we hier nog twee lagen. Nummer 1 en nummer 2. Zo, oké. Okay. Op deze manier kun je dus heel erg simpel onder water heel erg snel structures bouwen. Hoef je niet moeilijk te gaan doen met je adem inhouden. Steeds van naar beneden toe. Want je hebt echt een ziek bereik met dit ding. Kijk, je kan gewoon als het ware, kan je nou, laten we zeggen, vanaf de zijkant. Kun je gewoon ook gewoon bouwen. Kijk hier. Je kan helemaal dat bereik. Dat heb je gewoon. Hoppakee. Je kan daar gewoon plaatsen. En op die manier kan je dus gewoon torrentjes maken. Ja, ik ga het nu niet verder doen. Want het is een beetje zonde van mijn marble bricks. Maar dit is een soort van aandenken aan het project. Ik haal het straks wel weg. Oké. Okay. En vanaf hier gaan we dan gewoon helemaal naar beneden toe graven. En hier komt dus de Ravaging Pickaxe in het spel. Want die kan natuurlijk gewoon lekker snel minen. Oké. Okay. En dan gaan we helemaal naar het laagje Bedrock. En op deze manier wordt het nog gevaarlijk ook. Als ik nu een laterpool tegenkom. Ja. Of dit krijgt. Nice. Dan wordt het nog problematisch. Ja, 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 ja. En dan zijn we hier inmiddels veilig op de bedrocklaag aangekomen. En kunnen wij vanaf hier gewoon weer simpelweg op gaan stijgen. En eventjes als laatste test gaan we nu kijken of we gewoon in één stuk door vanaf de bedrocklaag helemaal terug naar het Wistlee platform kunnen gaan komen. Waar ik wel vanuit ga. En anders moeten we een kleine aanpassing doen. Sowieso weet ik niet of ik nu helemaal recht op zat. Dus het kan zijn dat ik misschien alsnog net tegen een randje aankom. Maar dat zien we dan zo meteen wel weer. En dan ga ik zo meteen even uitleggen waarom ik nou eigenlijk zo'n ongelofelijke lange val moet gaan maken. Heeft namelijk alles te maken met een gloednieuwe dimensie van Wizardry. Waaruit we heel veel resources kunnen gaan halen. Onder andere de halo kunnen gaan upgraden, betere spels kunnen gaan maken, noem het allemaal op. Maar voor nu. Gaan we even kijken? Ik Ga ik tegen de rand aankomen of niet? Of nee, het valt mee, denk ik. Ja, nee, 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 het werkt gewoon. Oké, okay, prima. Dan kan ik vanaf nu gewoon hier naar beneden toe springen. En dan kom ik gewoon perfect op de bedrock laag terecht. Ik zal eventjes het boekje erbij gaan pakken voor verdere uitleg. Waar ik nou precies naartoe ga, dat staat namelijk helemaal keurig in het boekje beschreven van Wizardry. Ik moet even mijn shulkerbox meenemen, eigenlijk. Als backpack. Zo, we gaan hem gewoon even meepikken. Dus we pakken het boekje van Natuurlijk Wizardry. We pakken de Shulkerbox mee. En dan gaan we eens even kijken in het boekje wat er nou eigenlijk beschreven staat over een gloednieuwe dimensie. Even kijken. Ik heb namelijk hier een apart kopje, Dimensions. En dan zul je het volgende gaan lezen hier. Namelijk dat als je vanaf 130 blokjes of hoger naar beneden toe springt, boven op bedrock smakt, dat je dan vervolgens in een gloednieuwe wereld terecht gaat komen. Dus wat wij even gaan doen, is kijken of dat gaat werken. Als het nu allemaal niet werkt, wordt het echt heel awkward, maar ik ga ervan uit dat het werkt. We gaan het allemaal zien. Terug naar de void. Uh, zo. Veilig aangekomen hier. En vanuit hier gaan we gewoon opnieuw weer een lekkere smack maken naar beneden toe. En als het goed is overleven we de smack natuurlijk sowieso wel aan de hand van de longfall boots. Maar daarbij komen we als het goed is ook in een gloednieuwe dimensie terecht. We gaan het allemaal zien. We jumpen naar beneden toe. En dan gaan we eens even kijken. En bam. En het werkt wel. Oeh. Oeh. Dat was eventjes een seconde dat ik niks zag gebeuren. Ik dacht van oh shit het werkt niet. Maar gelukkig. We zijn er. In een gloednieuwe dimensie. En we zijn ook gewoon gelijk op een obsidian platform geland. Waarvoor we hier zijn is voor een unicorn. Dat klinkt misschien heel erg veilig. Maar geloof me, de unicorns kunnen nog best wat damage doen als je met slecht armor hier naartoe gaat. Ik zal het even laten zien. Ze hebben sowieso echt een heel erg rare aanval. Zodra ze je zien. Of, hè. Wow, wow, wow. Doe maar rustig. Kijk, ze hebben helemaal zo'n regenboogding. En zodra ze je zien, worden ze een klein beetje agressiever. Gaan ze dus ook gewoon lekker damage doen. Kijk, en ze smeken je aardig. Dus wat wij lekker gaan doen, is het ding gelijk van kant maken. Weg met jou, hey, ah, ah. als ik hierdoor dood ga, ik, ik, echt jongens, ik verwijder mijn YouTube account en ik kom nooit meer terug, nee, oké, okay. even kijken, ik heb wat ladder, heb ik ook een unicorn horn gekregen, nee, die is niet 100% namelijk, dus wat ik even moet gaan doen, is eventjes zoeken naar wat meer unicorns, oh, er staan er heel veel, oké, okay, als die niet meer lukt, dan weet ik het ook niet meer, even kijken, we gaan er nog even een paar van kant maken, alleen die dingen, die, die hebben echt een rare, rare movement pattern, jongen. Ja, nu heb ik er wel een, volgens mij. Ja, een Unicorn horn. En die Unicorn horn, had ik al een keertje eerder laten zien. Moet je onder andere gebruiken voor het upgraden van je Halo. Maar je kunt hem ook onder andere gebruiken voor spelrecipes. Ben je klaar met deze dimensie? Doe je gewoon een 360 naar beneden toe. En kom je als het goed is weer uit in de overworld. Als ik nu dood was gevallen, was het ook klaar geweest. Ho, ho, rustig. En waar komen we nu uit? Even kijken Oh, we komen nu... Pam, pam, pam. Is dit de span? Dit is volgens mij de span. Ja, kijk. Oh shit, jongens, dit is Nostalgie. Tenminste, niet echt Nostalgie. Het is, het is een maand geleden. Maar alsnog, het is Nostalgie. Dit was onze allereerste Desertland Portal van episode 1. Maar ik heb de Desertland Portal inmiddels alweer achter me gelaten. En we zijn weer terug aangekomen op het Wizardry Platform. En hier gaan we gebruik maken. Van de Magicians Worktable. Hebben we natuurlijk al een keertje eerder gedaan. Maar in de vorige episode vertelde ik al dat ik Wizardry ging updaten. En er zijn een aantal veranderingen. Eentje is heel raar. Je hebt namelijk hier niet meer de tweede optie. Eerst had je namelijk altijd een optie. Wat voor aanval je wilde doen. Wat de aanval precies ging doen. En natuurlijk ook waarop je hem ging doen. Oftewel of op een blok of op een entity. Maar die optie is er, zoals je hier ziet, helemaal uitgehaald. Ik weet niet precies of daar een achterliggende gedachte is. Of zo. Achterlicht. Ik, ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat zijn ideeën zijn. We gaan het allemaal denk ik gewoon eens zien. De komende updates van Wizardry. Voor nu gaan we in ieder geval beginnen met het maken van een nieuwe simplus spel. En wat ik wil gaan gebruiken is een zogeheten beam. Want een beam gebruik je eigenlijk, maakt niet uit wat je ermee gaat doen, bij een beam gebruik je altijd in het crafting recipe een unicornhoorn. Kan ik gelijk laten zien waar dat goed voor is. En vervolgens wil ik denk ik gebruik gaan maken van een spel wat op zich niet heel nuttig gaat zijn, maar gewoon puur eventjes als hulpmiddel om het makkelijker aan sneeuw te gaan komen. Daar gaat het eigenlijk voor werken. Want ik heb eventjes heel veel spels getest in een testwereld en heel veel spels die werken ook gewoon niet. Dus ja, dan heeft het weinig zin om te maken. Maar voor nu gaan we in ieder geval gewoon verbinden. Vervolgens gaan we hier ook nog een keertje op klikken, en dan zul je hier zien dat je zowel de range, oftewel het bereik, plus de power, oftewel de kracht van het spel aan kunt passen. Hetzelfde geldt voor de aanval zelf, dan kun je hier kijken: ja, kun je hem aanpassen hoe lang die gaat duren, en ook gewoon het bereik, zeg maar, de arena die die als het ware gaat effecten. Oké, okay, maar ik denk dat ik even het volgende ga doen. Ik denk namelijk dat ik even de power ervan. Even wat ga uphaaien. Uphaaien. Ik, ik verschil echt allemaal nieuwe woorden in mijn, in mijn, in mijn series, jongens. Uphaaien. Wat is dat nou weer voor woord? Nou, oké. Okay. Drie keer vind ik voldoende. Die gaan we opslaan. Natuurlijk is het wel gewoon zo. Hoe hoger je de power en de range doet. Hoe meer mana het per cast gaat kosten, als het ware. Maar als het goed is. En ik ga eventjes naar mijn cape kijken. Zitten we momenteel op een, ja, op een decent amount. Namelijk spelkost reduction van 75%. Dus we gaan echt al. Veel minder mana gebruiken als wat we voorheen gebruikt hebben. Maar voor nu, gaan we even kijken naar de crafting recipe. Hiervoor heb ik nodig inderdaad een unicorn horn, een snowball, devils dus en ook weer een pearl. Oké, okay, ik ga even kijken hoe ver ik hiermee ga komen. Ik denk wel redelijk ver. En dan gaan we zo meteen de spel in elkaar zetten. En hebben inmiddels alle spullen binnen. Ik wil alleen nog even wat mana orbs extra hebben om zo meteen natuurlijk gewoon mezelf weer te gaan infusen met mana. Ik had al in de vorige keren dat we met Rush Tree aan de gang gingen had ik al verteld dat we ook nog... Hallo, hallo ik mag er best uit kunnen. Hallo, hallo, hallo. Wat gebeurt hier nou weer? Ik weet niet wat er gaande is, maar het gaat niet helemaal goed. In ieder geval, ik had dus verteld uh, de vorige keer dat we ook nog een soort van batterij konden gaan maken. Voor vandaag is het nog niet echt nodig, maar als we straks echt een, een, een uitgebreid spel gaan maken met dus gewoon meer elementen, meer power, meer area, noem het allemaal op. Gewoon al die plus Effect die ik net al liet zien, dan hebben we wel een batterij nodig. Uh, waarom loopt mijn scherm vast? Hallo? Hallo? Mijn scherm loopt vast. Hallo, hallo. Nou, ik heb echt geen flauw idee waar dat nou weer over ging, waarom ik crashte. Dat komt er waarschijnlijk gewoon van als je met resort omgaat. Dan komt er allemaal malware op je pc en gebeuren dit soort dingen. Nee, oké. Okay. Maar we gaan even alle spullen nu gewoon simpelweg hier zo op de tafel gebruiken. We gaan dus de unicorn horn gebruiken, de snowball. En volgens mij is het inmiddels ook vernieuwd. Volgens mij was het de vorige keer ook niet dat je al die spullen rond zag vliegen. Nummer 4 en hier ook de pearl. Zo, en als het goed is, heb ik dan alleen nog even wat mana nodig. En dan kunnen we gaan beginnen met het infusen. Dus 1, 2, 3 en uh, 4. Zo. En binnen enkele seconden zullen we de gloednieuwe spel binnen hebben. Ik weet bijna zeker dat het eerst niet was hoor, met die item zo. So, nou, in ieder geval, de pearl is binnen. En met deze pearl gaan we natuurlijk allereerst weer een definitief spel maken. Dit gaan we doen aan de hand van een staf. Dan moet ik eventjes kijken of ik hier nog wat wisdom boot in heb. Volgens mij kan ik me dat herinneren van wel. Even kijken. Ik had hier toch wisdom boot in? Hé, He, wat heb ik dat nou weer gelaten? Nou, kleine omweg gehad, maar we hebben de staf inmiddels binnen. En de staf gaan we natuurlijk gewoon weer combineren met de pearl. En dat geeft ons een definitief spel, oftewel de beam met frost. Als laatste stap gaan we natuurlijk ons nu ons weer infuseren met mana. Dus de syringe pakken we erbij. En hartstikke floods, zo so in mijn body. En vanaf hier gaat het natuurlijk allemaal voor zich spreken. We kunnen namelijk nu gewoon simpelweg snow gaan creëren aan de hand van rechte muisknop. Nou jongens, helemaal geweldig. Maar wat gaan we met dit Snow doen? Heel erg simpel. Ik wil namelijk even snel gaan werken aan een simpele golem. Je zult vast denken, waarom wil je dat dan nou weer gaan doen? Maar dat gaat zometeen allemaal voor zich spreken. En zometeen ga ik dus met het verkregen Snow een golem in elkaar zetten. Ik ben alleen momenteel even aan het wachten tot die pumpkin gegroeid is voor het maken van een golem. Kan ik in de tussentijd mooi gaan kijken naar een ander probleempje? Namelijk het probleem. Van de binnenkant van mijn huis. Want nog altijd is het hier echt helemaal gewoon een fokt op zootje. Met alleen maar gras, met omkruid, met toortjes en noem het allemaal op. We hebben juist twee episodes geleden hier een muur geüpgrade. Waar je nu momenteel eigenlijk weinig van kunt zien. Omdat ik nog altijd in mijn kleine rukgrotje, Martijn zal wel trots zijn, daar nog altijd woon. Dus wat ik even ga doen, is een tool maken om de hele rotzooi hier een klein beetje op te ruimen. Dat gaan wij opnieuw doen aan de hand van een building gadget. Ik weet het jongens, ik heb de afgelopen twee episodes een beetje een building get, uh, gadget... Vet is opgebouwd. Ik, ik weet niet waarom, maar het zijn leuke dingetjes. Oké, okay, voor nu gaan we eventjes twee Enderpuls pakken. Die heb ik nog precies. Ik ga wat Iron pakken. Ik heb wat Lapis nodig. En ik heb ook wat redstone nodig volgens mij. Ik ben nog steeds niet helemaal tevreden over de zoekbarrier zo. Want ik heb echt gewoon nog te vaak dat ik klik dat ik wat wil zoeken. En dat ik er vervolgens uitgegooid word. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar het werkt gewoon niet helemaal ideaal. Voor nu hebben we in ieder geval binnen de Destruction Gadget. En kijk hier wel mee uit, jongens. Want je kan echt een hele hoop kapot maken als je hem niet goed afstelt. Maar ik zal even snel laten zien hoe die nou precies werkt. Je kunt namelijk shift rechter op doen. En dan zul je hier allemaal soorten opties zien. Natuurlijk gewoon kun je links kun je blokjes deleten. Rechts kun je deleten. Onder, boven en vooral de diepte. Met de diepte moet je heel erg uitkijken. Ik zal het even laten zien in de hand van een voorbeeld. Zet je de diepte bijvoorbeeld echt heel erg hoog. En ook al zet je hem maar op one left en one right. En doe je even oké. Okay, dan kan je met één klik. Dat, 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 dat valt niet echt op. Kijk, dan kun je dan denken van nou dit valt allemaal wel mee. Weet je, dan delete je drie blokjes. Maar in plaats van dat je drie blokjes delete. Delete je ook acht lagen de onderdrie blokjes. Dus daar moet je echt even mee uitkijken. Dus zeker die diepte is echt een verraderlijke optie. En raad ik even in het begin aan om op 0 of op 1 te zetten of zo. Niet echt heel hoog. Even kijken, we gaan left op 3 zetten en right op 3. Dat we een soort van vierkant kunnen gaan deleten. Even kijken, of moet hij wel op depth 1? Dat zou best kunnen hoor, even kijken. Uh, ja, ik denk dat hij op depth 1 moet. Oké, okay. dan gaan we even kijken of we hiermee een mooie strook met uh, zooi kunnen gaan deleten. Ik zie trouwens ook dat hier inmiddels een pumpkin gegroeid is. Die gaan we ook gewoon gelijk meepikken. Maar dan gaan we allereerst even kijken of we dus even ons gebied hier wat mooier kunnen gaan maken. Want het ziet er momenteel echt gewoon voor geen ene centimeter uit. Oké, okay. we gaan eens even kijken. We gaan hier bijvoorbeeld deleten. Delete, delete. Oh, daar gaan we al. Hier moet ik dus uitkijken. Hier moet ik dus uit gaan kijken. Want als ik nu één keer te veel klik, dan delete ik mijn hele storage. Ook al is dat volgens mij niet mogelijk. Dus dat scheelt weer. Oké, okay. en op deze manier gewoon heel rustig aan. Je kan maar beter een te lage instelling hebben dan een te hoge instelling. Kun je gewoon rustig aan alles gaan deleten. En als je dan bij de iets zekere stukken bent, kun je altijd de diepte iets gaan verhogen. Dat je eventjes wat meer tegelijkertijd vrij maakt. Kijk, gelijk twee blokjes hieronder. Maar dan moet je dus echt gewoon 100% zeker weten dat er niks onder zit. Want anders kun je echt ellende gaan krijgen natuurlijk. Oh, 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 hij is kapot. Wow, yo, dat ding gaat snel kapot, gek. Oh shit, oké, okay, dit gaat me echt een vermogen kosten aan, aan Ender pearls, Maar dat zien we zo meteen wel. Ik heb er in ieder geval een klein beetje opgeruimd. Dan gaan wij nu eventjes kijken. Ik, ik heb... Zojuist vertelde ik dat mijn huis een zooitje was. Maar eigenlijk heb ik door middel van die gadget alleen maar een nog grotere rotzooi ervan gemaakt. Maar ik ga eventjes voor de volgende episode, ga ik dit hele gebied even vrijmaken. Laten we voor nu gaan kijken naar de Golem waar ik het al een tijdje over heb. We gaan namelijk twee sneeuwblokken maken, of eigenlijk vier. De pumpkin hebben we al en dan kunnen we hiermee dus een Golem gaan maken. Dat gaan we ook gewoon gelijk eventjes doen. 1, 2, 3 en het geeft ons een Golem. Nou, waarvoor gaan we dit dingetje gebruiken? Heel erg simpel, we gaan namelijk de Thumbnail kunnen openmaken. En heb je hier een kopje met Discovering Golemancy. En Golemancy wordt eigenlijk geïntroduceerd aan de hand van het onderzoeken van een Golem. Kan volgens mij zowel Iron Golem als een Snow Golem zijn. Dus wat we eventjes gaan doen, je ziet het hier staan. Kijk hier, things that need to be discovered. Study an animated construct. Oftewel, we gaan onze Thalmometer erbij pakken. En dan gaan we eens eventjes kijken of we dit leuke dingetje kunnen gaan onderzoeken. Rechtermuis, want ja, we hebben iets nieuws geleerd. En als het goed is, kunnen we hiermee ook deze research gaan complementeren. En dat geeft ons nu ook een mooie beschikking over een nieuw kopje hier. Namelijk Golemancy. En Golemancy is echt verreweg mijn favoriete deel... Van Thumbcraft. Natuurlijk heb ik in het verleden veel met Gullements gedaan. Maar ook dit seizoen zijn ze weer terug. Ze zijn alleen een beetje veranderd. Ook gewoon hoe je ze maakt. Dus daar moeten we wel even naar gaan kijken. Ook krijgen we gelijk de beschikking over Brain in a Jar. Hiervoor moet ik een zombie-brain hebben. En even kijken. Excuse Brainy? Hé, wat moet ik daar nou mee doen? Oké, okay, dat moet ik even kijken na de episode. Maar de nacht is inmiddels al aangebroken. Wij gaan eventjes snel door de nacht heen slapen. Zo, ik heb eventjes door de nacht heen geslapen en mij lijkt het nu een leuk idee als we de laatste Pink Lucky Blok en de laatste Chance Globe van vandaag open gaan maken in de dimensie, de nieuwe dimensie in The Underworld. Lijkt mij een mooi moment en we gaan even kijken hoe dat uit gaat pakken. Ik ben zeer benieuwd, kunnen we misschien gelijk even een unicorntje mee pikken, want die dingen heb ik ook nog wel nodig voor het maken van nieuwe spels. Voor die dingen moet je trouwens uitkijken, die kun je geen damage doen en ze doen zelf echt ziek veel damage, dus daar moet je echt uit voor kijken. Voor nu gaan we de Chance Globe neerzetten. Openmaken maar, ook de pink lucky block. En kijk, die dingen, die bewegen echt heel traag Maar moet je kijken hoeveel damage ze doen kijk, Holy fuck, doe rustig Oké, okay, wat zit er in de chance globe? Misschien had ik hem beter op een andere plek open kunnen maken Een deur, hier, een deur voor je kop Nou, ik heb hem een klein beetje weggelokt Anders gaat het zometeen echt verkeerd aflopen Openmaken maar, en het is een flint en steel Hier, verbrand maar lekker, verbrand Weg met jou en je kan die dingen echt op geen enkele manier killen. Tenzij je echt heel erg gelukkig bent. Oké, okay, maar hiermee zijn we aan het einde aangekomen van deze aflevering. Hopelijk hebben we er meer van genoten. En heb je er nou van genoten? doe Dan zeker dat blauw duimpje omhoog. Voordat we afscheid gaan nemen, zal ik nu nog eventjes snel een timelapse ingooien. Van ik, die mijn gebied een beetje mooi aan het maken is. Want ik kan natuurlijk geen afscheid voor jullie nemen met zo'n lelijke basis. Dat kan echt gewoon niet in aflevering 17. Oké okay, jongens, bedankt voor het kijken. Heb je ervan genoten? Zeker dat blauwe duimpje omhoog. Want natuurlijk gaan we nog altijd per 30 likes zo'n Chance Globe en een Lucky Block openmaken. Voor nu, enjoy de timelapse nog eventjes en tot de volgende episode. Bye bye!